Goedemorgen en welkom bij deze webinar van Guardian 360. Ik ga jullie kort wat vertellen over hoe je met Guardian 360 kunt zorgen dat je je informatiebeveiliging op orde krijgt en hoe je dat eenvoudig aantoont. Maar voordat we beginnen, even een paar korte polls om even te luisteren en te horen en te zien of ik voor jullie goed te zien en te verstaan ben. Ja, helemaal goed. Mooi. Even een korte vraag om te horen wat de reden is waarom je deze webinar volgt. En sowieso hebben we ook nog de question panel en de GoToWebinar applicatie. Dus die kun je ook nog gebruiken tijdens deze webinar om aan te geven wat je wil weten. Of als er een vraag is, stel die gerust. Ik zie dat mensen vooral willen weten hoe ze hun informatiebeveiliging op orde kunnen krijgen en welke aspecten belangrijk zijn. Oké, interessant. Dank jullie wel. Mijn naam is Jan-Martijn Broekhoff. Ik ben directeur-oprichter van Guardian 360. In 2015 mee begonnen. Guardian 360 is het resultaat van een afstudeeronderzoek wat ik deed voor mijn MBA-opleiding. En daarvoor heb ik verschillende ondernemingen gehad binnen managed services, webapplicatieontwikkeling en ook binnen de e-learning. Wat ik het mooie vind aan Guardian 360 is dat een heleboel ervaringen en een heleboel learnings van de afgelopen 15 tot 20 jaar komen samen. Dus mijn internetontwikkelervaring kan ik inbrengen. Mijn ervaring met het beheren van netwerken en het ondersteunen van eindklanten kan ik inbrengen. En ook een stukje educatie. En dat leidt ertoe dat we samen een poging gaan doen om de wereld een stuk veiliger te maken. De digitale wereld dan. Ik zal jullie meenemen aan de hand van onze website hoe wij naar de wereld kijken. Naar de informatiebeveiligingswereld. Als het goed is zien we nu onze website verschijnen. Guardian 360 is een 100% Nederlandse organisatie en wij ontwikkelen aan het beste security platform ter wereld. Nou, elke keer als ik dat uitspreek, dan denk ik, jongen, dat is nogal wat. Want de wereld is heel groot. Ontwikkelingen binnen de security volgen ze elkaar razendsnel op. En ja, wanneer ben je eigenlijk de beste? Moet een onafhankelijke partij die onderzoek doet, moet die dat over je zeggen? Of gaat het er vooral om dat partners dat over je zeggen of eindklanten? In alle eerlijkheid, ik weet niet of we ooit op het punt gaan komen dat iemand zegt dat wij de beste zijn. Het is wel onze belofte aan onze klanten en onze partners dat we er alles aan doen om het beste product ter wereld te ontwikkelen. Guardian 360 ontwikkelt dus aan een platform. We zijn echt een softwarehuis. Ik zei net, we zijn een Nederlandse organisatie. Dat wordt door een heleboel van onze eindklanten en partners wordt dat heel prettig gevonden. We zijn een partij die in Nederland zijn servers, zijn systemen heeft draaien. We zijn volledig in eigendom van Nederlandse eigenaren. En ook de medewerkers komen allemaal uit Nederland. Dus ook voor de AVG wordt dat door partners en klanten erg prettig ervaren. Nou, Guardian 360 gelooft dat security iets is wat je continu doet. Het is een proces en niet een product wat je eenmalig koopt. Er zijn wel dingen die je eenmalig kunt doen om je proces te ondersteunen. Maar uiteindelijk geloven we erin dat je gewoon continu aandacht moet hebben voor dat proces. En we zeggen ook wel gekscherend, het is te belangrijk om aan IT'ers over te laten. En dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen door IT'ers, totdat ik het toelicht. Want IT'ers hebben natuurlijk een hele belangrijke rol in het geheel. Waar het ons vooral om gaat is dat we vinden dat ook een bestuurder of een directeur, een HR-manager en misschien ook wel een finance-manager, zonder enige technische kennis wellicht, laat staan security-kennis, toch een beeld moet vormen over hoe de organisatie ervoor staat op het vlak van informatiebeveiliging en wat ze daaraan kunnen doen. Je moet echt dat multidisciplinair aanpakken. Dat betekent dus ook dat de diensten die wij leveren, dat die allemaal managementrapportages bevatten voor mensen die niet per se heel technisch zijn, laat staan dat ze security ervaring hebben. Nou, ik ga iets
naar beneden op onze website. Op de homepage presenteren we onze diensten. En de diensten kun je plotten op een assenstelsel met aan de ene kant mens, proces en technologie. En aan de andere kant de risicobeheersingsaspecten preventief, mitigerend en curatief. Dus wat kun je doen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen, risico's af te dekken? Wat kun je doen om risico's op het moment dat ze dan toch plaatsvinden of dat er een incident is, kun je ervoor zorgen dat je snel kunt handelen om de schade te beperken? En wat kun je doen om de schade te herstellen? Nou, als je dat assenstelsel in gedachten neemt, dan ontstaan er 9 snijpunten. En op elk van die snijpunten willen we wat betekenen voor de organisaties waar we bij betrokken zijn. Dus als je kijkt naar de eerste dienst op onze website, dan is dat de Vulnerability Scanner. En met de Vulnerability Scanner hebben we eigenlijk een bundeling gemaakt van 8, maar inmiddels al een aantal meer verschillende scanners. En daarmee brengen we op technisch vlak in kaart hoe een IT-omgeving ervoor staat. Dus we krijgen dan IP-adressen van een klantomgeving, zowel van de buitenkant als aan de binnenkant. En dan gaan we bij voorkeur elke dag gaan we scannen en monitoren. En dat betekent dus dat we elke dag in kaart gaan brengen welke machines niet de juiste patches bevatten, of we gebruikers kunnen vinden met zwakke wachtwoorden, of de firewall misschien openstaat terwijl dat niet de bedoeling is. Of je onderdeel bent van een netwerk waar bitcoins gemined worden, of je op een blacklist staat, of de SSL-certificaten in orde zijn. We zoeken zo naar tienduizenden issues uit een lijst van bijna 110.000, waar kwaadwillende misbruik van zouden kunnen maken. Nou, die bevindingen brengen we in een dashboard in kaart en een organisatie kan dan vervolgens bepalen wat te doen. Ik zal het zo meteen ook laten zien hoe dat eruit ziet. Hetzelfde geldt voor webapplicaties. Dan gaan we veel meer kijken naar de programmeercode die een ontwikkelaar heeft opgeleverd en wat er gepresenteerd wordt in de browser van een gebruiker. We gaan kijken of het makkelijk is om een webshop bijvoorbeeld de prijs te verlagen, of een database of die bereikbaar is via het internet terwijl dat niet de bedoeling is. We kijken of de SSL-certificaten op orde zijn. Dat is goed voor je security, maar overigens ook voor je Google ranking. En op die manier brengen we in kaart waar zwakke plekken zitten, waar een kwaadwillende misbruik van zou kunnen maken. Nou, deze twee diensten zijn preventief technisch. Dat betekent dat we allerlei dingen in kaart brengen. Ja, waarbij het helemaal niet betekent dat je gehackt bent of dat je te maken hebt gehad met een incident. De kans op een incident, ja, is aanwezig. Maar als je tijdig handelt, dus tijdig opvolging geeft aan de gevonden issues, dan kun je een incident ook zoveel mogelijk voorkomen. We kunnen inmiddels ook een heleboel IoT en SCADA-netwerken scannen. Dan moet je denken aan industriële automatisering. Bijvoorbeeld voor waterschappen, waar niet alleen kantoorautomatisering is met computers met Office erop, maar ook computers die pompen aansturen of sluizen, dat soort machines. Het kan ook in een fabriek zijn. We zien ook steeds meer IoT-spullen ook in kantoornetwerken komen. Denk aan slimme camera's, slimme deurbel, koelkasten die je kunnen bestellen via internet. Ja, dat zijn allemaal dingen waar via een hacker ook een netwerk binnen zou kunnen komen. Dus ook die zaken kunnen we inmiddels scannen. Helaas kunnen we niet alles geautomatiseerd vinden. Niet alle kwetsbaarheden die bekend zijn kun je op een geautomatiseerde manier vinden. En het hangt soms ook nog wel af van hoe een netwerk is ingericht of hoe een applicatie ontwikkeld is. Met ons pentest abonnement laten we ook mensen handmatig meekijken met onze scanners of zij zaken kunnen vinden waar een hacker misbruik van kan maken. We zien vaak dat klanten gevraagd worden door een auditor of accountant om een pentest te laten uitvoeren. We zeggen heel vaak, nou, begin nou met vulnerability scanning, want daarmee kunnen we geautomatiseerd een veel grotere scope afdekken dan dat het een mens zou kunnen doen. En het is ook relatief goedkoper. Maar je ontkomt er soms niet aan om toch ook handmatig dingen te doen. Daar hebben we dan ethisch hackers voor die handelingen kunnen uitvoeren zoals een kwaadwillende hacker ook zou doen. En vervolgens advies geven wat je kunt doen om je beter te beveiligen. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal preventief technische diensten. Dus weer met het assenstelsel in gedachten, preventief en technisch.
Nou, we hebben ook een dienst die zich meer richt op het proces. Steeds meer organisaties worden gevraagd om ISO 27001 te certificeren. Of binnen de zorg gaat het om NEN 7510. Binnen gemeenteland hebben de gemeenten te maken met de baseline informatiebeveiliging gemeente. Of met de DigiD om DigiD-gegevens te verwerken. Webapplicatieontwikkelaars wordt gevraagd om te voldoen aan de OWASP. En zo zijn er allerlei normen en richtlijnen waar een organisatie aan moet voldoen. En daarnaast hebben we ook dit jaar de AVG gekregen als wetgeving, waarin de autoriteit persoonsgegevens, of eigenlijk de wetgever, vraagt van organisaties, ja, dat ze heel goed omgaan met persoonsgegevens. En dat ze ook kunnen aantonen dat ze ja, er alles aan doen om te voldoen aan die wetgeving. Nou, met deze web- en netwerkauditmodule kunnen wij laten zien waar wij afwijkingen zien van de verschillende normen die ik net noemde. Dat zijn er in totaal 14. Maar we kunnen ook laten zien welke aanbevelingen wij zien voor de AVG. Dus technische issues die kunnen leiden tot het lekken van persoonsgegevens bijvoorbeeld. Daar hebben we een aanbeveling voor in ons dashboard. Zal ik zo meteen ook laten zien hoe dat eruit ziet. En daarmee kun je dus ook preventief je proces in de gaten houden. Want technische issues zijn vaak het gevolg van het niet goed volgen van een proces. Maar je kunt ook aan een auditor of aan de autoriteit persoonsgegevens of aan een accountant eenvoudig inzichtelijk maken wat je hebt gedaan om een incident te voorkomen en dat je in control bent. Nou, een dienst die zich meer richt op de menskant, dat is onze phishing as a service dienst. Daarmee brengen we in kaart hoeveel mensen in een organisatie vatbaar zijn voor een phishing aanval. En bij een phishing aanval worden er e-mails verstuurd, waardoor de ontvanger denkt dat die bijvoorbeeld afkomstig zijn van LinkedIn, van de directeur van een bedrijf. Maar in werkelijkheid zijn ze van een kwaadwillende hacker afkomstig die inloggegevens wil buitmaken. Of die ervoor wil zorgen dat een gebruiker geld overmaakt of een andere handeling verricht die niet de bedoeling is. Nou, met onze phishing as a service dienst maken we één keer in de 3 maanden maken we inzichtelijk hoe kwetsbaar medewerkers daarvoor zijn. Want wij doen ons dan zelf ook voor als zo'n instelling die gegevens nodig heeft van een gebruiker. Alleen wij rapporteren terug aan onze partner, aan onze klant, hoe de organisatie ervoor kan zorgen om dat bewustzijnsniveau te verhogen. Met de Hacker Alert hebben we een mitigerende dienst. Dus daar gaan we richting detectie. Dan hebben we niet kunnen voorkomen dat er een incident plaatsvindt. Nou, laten we eerlijk zijn, dat kun je ook niet 100% voorkomen. Denk aan autorijden of ja, dat je elke dag toch fluitend je huis uitloopt. Je weet dat er een ongeluk kan plaatsvinden of dat je auto gestolen wordt. Je weet dat er brand kan uitbreken in je huis of dat er een inbreker binnenkomt. Je doet er alles aan om dat te voorkomen. Maar goed, je zet wel een inbraakalarm aan of je hebt een diefstalalarm op je auto. Nou, de Hacker Alert is ons alarm in een netwerk waarmee we kwaadwillenden detecteren die in een netwerkomgeving actief zijn. Op het moment dat dat gebeurt, sturen we direct een melding naar onze partner. De partner die bij de klant Guardian 360 geïmplementeerd heeft. En we sturen een melding naar de eindklant. Zodat ze samen kunnen bepalen van, hey, wat is hier nou aan de hand? We zien nog wel eens dat er soms een vertrouwde gebruiker de Hacker Alert triggert. En net zoals dat in kantoorcomplexen soms ook vertrouwde medewerkers gewoon het inbraakalarm triggeren. Maar helaas zien we ook dat er gewoon echte aanvallers of echte hackers gedetecteerd worden. En dan is het de vraag wat je gaat doen. Moet je aangifte doen? Moet je gaan kijken wat er gebeurd is? Moet je een datalek melden? Nou, daar is dus de Hacker Alert een handig hulpmiddel bij. Gelukkig kun je tegen een heleboel schade kun je ook verzekeren. Binnen de bestuurder- en aansprakelijkheidsverzekering is vaak al iets opgenomen rondom dit onderwerp. Je kunt ook nog een aparte cyberrisicoverzekering afsluiten, die de schade dekt van onderzoek, van herstelwerkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld communicatie met klanten en andere belanghebbenden bij een datalek. Het onderzoek is gebleken dat heel veel geld juist naar communicatie gaat, brieven, enveloppen, postzegels, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat het meeste werk gaat zitten of het meeste geld besteed wordt aan IT-specialisten.
Even afhankelijk van het incident, worden er wel IT-specialisten betrokken bij een incident. Maar vaak de communicatie erachteraan is het meest arbeidsintensief en het meest kostbaar. Nou, ik heb al een paar keer gezegd dat het woord partners. Guardian 360 levert haar diensten altijd via een partner. Dat doen wij omdat wij ons willen focussen op het leveren van het beste product ter wereld. En dat is al een hele uitdaging die we blijmoedig aangaan. Maar we merken ook dat een eindklant goed ondersteund moet worden bij het interpreteren van de gegevens, bij de zaken die wij vinden. En omdat elke klant anders is, hebben we gewoon een partij nodig die de klant goed kent en die ook het risicoprofiel van de klant goed kent. En daardoor ook goed kan meedenken met die klant. Ja, wat is voor jou nou het beste? En dat kan best zijn dat als we een issue vinden voor een ziekenhuis, dat het ziekenhuis zegt, nou dat gaan we gelijk morgen oplossen. Maar als we hetzelfde issue vinden bij een accountantskantoor, dat het accountantskantoor zegt, nou ik vind iets anders veel relevanter. We parkeren het even 3 maanden. In ons dashboard kun je dat ook allemaal doen. Nou, ik krijg nog wel eens de vraag van klanten. Ja, dat klinkt allemaal wel goed, maar het is best wel abstract. Wat doe je nou precies? Nou, ik ga zo meteen een demo-omgeving laten zien. Maar we hebben ook een handig hulpmiddel om zelf een indicatie te krijgen hoe je ervoor staat. Dat is onze quickscan. Die is benaderbaar via quickscan.guardian360.nl. En via die quickscan kun je een website gewoon scannen en inzicht krijgen hoe die ervoor staat qua informatiebeveiliging. Wat belangrijk is om te vermelden is dat we, als we echt onze volledige scanning gaan doen, dan hebben we vrijwaring nodig. Want wat wij doen is, valt eigenlijk onder computervredebreuk, tenzij een klant ons toestemming geeft dat te doen. Met de quickscan kunnen we die toestemming formeel niet vragen. Dus we doen alleen die zaken scannen die we ook mogen scannen juridisch gezien. Nou, ik zal onze eigen website eens scannen. Zometeen komt hier een score uit van tussen de 0 en 100%. En de eerste vraag die je kunt stellen is nou 30 of 60 of 80%, is het nou goed of slecht? Als je het ziet als een rapportcijfer, dan kan het voelen alsof een 3 een onvoldoende is. Of een 3 nou goed of slecht is, hangt heel erg af van de context van je website. Dus als je een website hebt die alleen maar de adresgegevens bevat van je organisatie, korte uitleg over wat je doet. Voor de rest helemaal geen klantgegevens bevat, geen shop bevat, helemaal geen gevoelige informatie bevat. Dan zou je de afweging kunnen maken om 30% te accepteren. Wij komen 30% echter ook tegen op websites van ziekenhuizen, waar een afsprakenmodule is voor de oncologieafdeling. Nou, dan heb je het over bijzondere persoonsgegevens en hele gevoelige data. Dan denk ik dat je dat niet moet willen accepteren. Nou, ik heb onze eigen website gescand. We scoren zelf 90% op de quickscan. En de reden dat wij geen 100% scoren heeft te maken met een aantal afwegingen die we gemaakt hebben. Bijvoorbeeld SSL resumption. Ja, dat is een technische voorziening die ons helpt om bezoekers makkelijker door de website te laten navigeren. Je ziet bijvoorbeeld ook hieronder dat we een aantal dingen in onze content security policy hebben opengezet. Zodat we bijvoorbeeld Google AdWords goed kunnen laten werken of onze website statistieken. Dat we ook bronnen van derden, denk bijvoorbeeld aan dit webinar, dat we daar makkelijk naartoe kunnen linken. Dus dat zijn hele bewuste afwegingen geweest van ons om bepaalde dingen open te laten, waardoor we geen 100% scoren op die quickscan. 100% scoren op de quickscan betekent overigens ook niet dat je veilig bent. Hè? Die suggestie wil ik niet wekken. Betekent meer dat je 100% van de dingen die wij kunnen toetsen via de quickscan, dat je die in place hebt. En daarmee verlaag je de kans op een incident wel. Maar het betekent niet dat je nooit gehackt gaat worden. Nou, de quickscan kun je gewoon doen. Ik zie regelmatig quickscans binnenkomen. We zijn volgens mij nu goed en wel een jaar met de quickscan online. En we hebben een kleine 45.000 websites al gescand. De ambitie is om de komende maanden nog vele sites meer te gaan scannen. Zodat organisaties hun webapplicatie veiliger kunnen krijgen. Nou, dan een overstapje naar het in control zijn. Want daar dat zou ik gaan laten zien. Ik log daarvoor in op het Guardian 360 dashboard.
Het dashboard is benaderbaar in het Nederlands en in het Engels, maar ik zal hem in het Nederlands laten zien. Als ik inlog, dan krijg ik een sms met een code. We zijn bezig met een nieuwe versie van ons platform, waarbij we ook, eens even kijken, 4-4, waarbij we ook Google Authenticator gaan toestaan of faciliteren. Dus dan kun je ook met een app op je telefoon kun je two-factor inloggen. Nou, wat je hier vervolgens ziet opbouwen is het dashboard van Guardian 360. Links bovenaan, ik zal hem iets groter zetten, omdat het wel goed te zien is zo. Ik begin even rechtsbovenaan. Je ziet hier rechtsbovenin dat ik ingelogd ben als Jan-Martijn Broekhoff van de Guardian Corporation. Dat is een niet bestaande organisatie die we voor demo doeleinden hebben opgezet. Met een aantal hele lekke servers voor de demo. Je ziet hier 8 meldingen van onze hacker alert. Dat is die mitigerende maatregel waar ik het over had. Dat betekent dus dat we 8 verdachte activiteiten in een netwerk geconstateerd hebben. En dat we dus 8 aandachtspunten hebben. Dat betekent ook dat er 8 sms'jes en 8 e-mails verstuurd zijn naar de partner en naar de klant. Dus vaak is het aantal meldingen al snel veel lager, omdat een partner en de klant het issue gelijk gaat beoordelen of gelijk gaat kijken wat er aan de hand is. En na de beoordeling kun je de aantal meldingen ook weer wegboeken. Daarnaast is te zien hoeveel issues er zijn gevonden in de afgelopen 24 uur. Dus dat zijn deze 14 bijvoorbeeld. Deze 29 high, deze 33 medium en deze 17 low. En daarmee kunnen we laten zien ook een trend. Dus omdat we elke dag scannen, kunnen we laten zien dat er gisteren bijvoorbeeld maar 12 issues waren. En dat er vandaag 2 bijgekomen zijn of 2 critical bijgekomen zijn. Nou, als je net een nieuwe server online hebt gebracht in het netwerk, dan heb je gelijk een indicatie dat die misschien nieuwe kwetsbaarheden heeft geïntroduceerd. Hoeft niet per se, dat kunnen ook kwetsbaarheden zijn op een heel ander systeem. Dus hoeft niet per se met die nieuwe server te maken te hebben. Maar als je hierop doorklikt, dan kun je zien op welke server of welk netwerkonderdeel het betrekking heeft. Nou, ik vertelde ook over onze normen of over de compliance module. Wat je hier ziet zijn de normen zoals de ISO 27001. De ISO 27017, dat is meer voor cloud gebruik. De DigiD en de DigiD 2 daarnaast, de NEN 7510, de eerste versie en de meest recente versie. De OWASP voor veilige webontwikkeling, PCI DSS voor creditcardverwerkende instanties. We hebben de BIG voor gemeente, dat is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeente. Daaronder de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging voor woningcorporaties. Daarnaast die voor waterschappen en de Rijksoverheid. We hebben de richtlijnen van het Nationaal Cybersecurity Center hebben erin zitten. En ook de SAMBO ICT, dat is de richtlijn voor mbo-instellingen. Daarnaast zie je ook nog de AVG-aanbevelingen. En we hebben dus op dit moment 8 aanbevelingen geconstateerd voor de AVG. We krijgen dan nog wel eens de vraag van hoe doe je dat eigenlijk? Want de AVG is best wel ruim opgezet. Je kunt daar helemaal nog niet compliant voor zijn, dus hoe zorg je er nou voor dat je die aanbevelingen hebt? Nou, wat wij gedaan hebben is onze eigen ISO 27001 interpretatie hebben we gemapt op de wetteksten van de AVG. En vervolgens gezegd van nou, als een technisch issue leidt tot een afwijking van de ISO en het zou betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, dan geven we een aanbeveling op de AVG. Ik zal het zo meteen wat meer in detail ook laten zien. Nou, op het dashboard is ook te zien welk risiconiveau een organisatie heeft. Dus ja, ook als niet-technische manager of bestuurder of ondernemer kun je toch makkelijk zien of je het goed op orde hebt. Nou, met 8 hackpogingen en 14 criticals schatten wij het risiconiveau hoog in, of zeer hoog in zelfs. Maar naarmate die aantallen issues dalen, ja, zul je ook zien dat het risiconiveau meedaalt. De aantallen die we bovenin tonen, die staan hier ook nog in een taartdiagram. Dus voor de mensen die wat meer grafisch ingesteld zijn, kun je het zo zien. En hier is ons hele scannerarsenaal te zien. Dus je kunt zien welke scanner welk issue gevonden heeft. Dus ook als je niet technisch onderlegd bent,
kun je hier zien dat het iets te maken heeft met wachtwoorden bijvoorbeeld. Want de credential scanner vindt alleen maar zwakke wachtwoorden. De canary is onze hacker alert. Dus daarmee vinden we kwaadwillen in het netwerk. Blacklist, kijk niet alleen of je op spam blacklist staat. Maar ook of we je kunnen vinden in netwerken waar bitcoins gemined worden. Of andere dingen die je niet wil in je netwerk. Dit is overigens ook allemaal uitfilterbaar. Dus je kunt er nog kijken waar komen bijvoorbeeld de high issues vandaan. Vervolgens bieden we twee inzichten met objecten. En een object kan zijn een server of een switch, een werkplek, een website, een pomp, een internet-connected koelkast, een device wat in het netwerk hangt of via internet benaderbaar is. Nou, we geven aan welke objecten critical en high vulnerabilities hebben, maar we geven ook aan welke objecten de meest openstaande vulnerabilities hebben. En deze inzichten helpen je om een afweging te maken. Ja, met welke objecten je het eerst aan de slag wil. Je kunt ook weer eenvoudig aan derden aantonen dat je dit onder controle hebt. Bijvoorbeeld door alle critical en highs weg te werken. Of ja, nooit meer dan 10 issues te open hebben staan. Hangt er helemaal vanaf wat je intern daarover afspreekt. Nou, we laten ook zien wat de eerste scandatum was van alle openstaande issues. En dat is ook een heel handig hulpmiddel om te laten zien dat je in control bent. Want wat we zien in heel veel netwerken is dat een klant bijvoorbeeld nog een eigen werkplekbeheerder heeft, een externe beheerpartij, weer een andere webapplicatieontwikkelaar en een andere hostingpartij. En die partijen werken allemaal samen in dat ene netwerk waar je als ja, organisatie eindverantwoordelijk voor bent. Maar om die partijen allemaal aan te sturen en te kijken of ze hun werk goed doen en op tijd signaleren dat er iets aan de hand is, kun je Guardian 360 heel goed inzetten. We laten hier bijvoorbeeld zien dat een kritisch issue al open staat vanaf 28 maart 2017. Nou, vanaf dat moment zijn we het elke dag opnieuw tegengekomen. En in de tussentijd is het dus niet opgelost en niet beoordeeld door een partner of een klant. Nou, dit zou kunnen betekenen dat een van de ja, dienstverleners niet heeft gedaan wat hij zou moeten doen. Maar wat we ook wel zien is dat vaak er geen goede afspraken gemaakt zijn over wie pakt nou welke security issues op. Heel vaak gaan gesprekken over uptime en responstijden, over bereikbaarheid van de helpdesk, wanneer je updates draait. Maar het preventief scannen naar security issues, dat zien we eigenlijk nog weinig terug in SLA's. En deze grafiek kan je er wel bij helpen om dat gesprek te gaan voeren. Je kunt namelijk heel eenvoudig doorklikken op deze critical. En dan kun je zien of die betrekking heeft juist op een stukje serverbeheer of eindgebruikers of op een werkplek of de website. En zo kun je ook heel gericht in gesprek blijven met de dienstverlener om te kijken hoe je dit de volgende keer kunt voorkomen. Nou, als engineer wil je uiteindelijk aan de slag met het oplossen, want als je naar het dashboard kijkt, bepaal je samen met managers of bestuurders vanuit verschillende disciplines van wat gaan we nou doen en wat is ook het geld waard om op te lossen. Hè? Welke investering is ook verantwoord in verhouding tot het risico. Als je vervolgens aan de slag wil met het oplossen, dan zie je hier een overzicht van alle openstaande issues, gesorteerd van kritiek naar steeds informatiever. Nou, de hackermeldingen die staan bovenaan en hier zie je dus op welke datum en welk tijdstip er wat gesignaleerd is. Er is bijvoorbeeld een login attempt geweest, dus iemand heeft geprobeerd in te loggen op de honeypot, onze hacker alert. Nou, je ziet dus dat het op 8.11 geweest is, om 8:15. Dat heeft iemand gedaan vanaf dit IP-adres. En wat je kunt zien is dat hij of zij dat deed op de NAS-login. Dus dat betekent dat onze hacker alert zich op dat moment gedroeg als een netwerkschijf. Dat er een kwaadwillende in het netwerk actief was die netwerkschijf tegenkwam en gedacht heeft van hey, ik ga eens even kijken op die netwerkschijf wat ik daar kan vinden. En eens even kijken of ik daarop kan inloggen. Nou, het is natuurlijk geen echte netwerkschijf, het is onze detectiemiddel. Dus op dat moment krijgen wij deze melding, krijgt de partner de melding en ook de klant de melding. En kun je dus heel snel gaan handelen. Nou, wat we vervolgens ook zien, zijn een aantal kwetsbaarheden. Nou, als ik eens doorklik hier op de details,
kom je op op het scherm wat voor een systeembeheerder of een network engineer eigenlijk het meest belangrijk is of het meest handige is. Je ziet hier welke scanner het issue gevonden heeft. Wat het issue precies is. Zie je hier deze regel. Je ziet de ander ook waarom het een afwijking is van normen. Dat noemen we een non-conformity. Dus als een technisch issue leidt tot een afwijking van een norm, dan maken we daar een non-conformity van. En je ziet vervolgens ook van welke normen en richtlijnen het een afwijking is. Dus bijvoorbeeld de ISO 27001. Je kunt gelijk in het normenhandboek kijken bij paragraaf 14.2.1 en 14.2.8 wat je afgesproken hebt over dit issue, of deze afwijking. Misschien hebben jullie een andere afweging gemaakt. Nou, je ziet bijvoorbeeld nog wat meer informatie over het risiconiveau. Je krijgt nog wat informatie over de kwetsbaarheid zelf. Ja, is er bijvoorbeeld een exploit beschikbaar? Dus dat betekent, kan het issue makkelijk misbruikt worden? Hoe lang bestaat het eigenlijk al? We tonen wat informatie over het issue nog, wat details. Maar ook hoe we het gedetecteerd hebben. En je ziet hier ook nog een oplossing gepresenteerd worden. Nou, in dit geval is die oplossing vrij rudimentair. Ja, dat kun je oplossen door een nieuwe patch te installeren op je server. En je ziet daaronder nog een aantal links naar bronnen om meer informatie over het issue te krijgen. En op deze manier willen we een systeembeheerder in staat stellen om geheel zelfstandig ook issues op te gaan lossen. Nou, ik scroll nog even terug naar boven, want je zag deze knop langs flitsen. Het kan best zijn dat een issue wat wij gevonden hebben, dat het helemaal niet opgelost kan worden. Het kan zijn dat als je een issue oplost, dat dat ervoor zorgt dat een heel belangrijk systeem niet meer werkt. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, het issue oplossen kost €500, maar de mogelijke schade is misschien maar €100. Dus waarom zouden we die investering doen? Het kan ook zijn dat je vanwege je ISO-implementatie een andere afweging maakt. Of dat je zegt, nou, we gaan dit wel een keer oplossen, maar pas over een maand of drie. Nou, wat je dan kan doen, is in dit scherm aangeven dat je het risico accepteert. Nou, zet je even een onzinreden, zet ik er even in. En vervolgens geef je aan hoe lang je dat doet. Stel je voor dat je het issue over 3 maanden pas oppakt. Dan kies je hier een termijn van 3 maanden. En dat betekent dat als ik nu op accepteer klik, dat het issue niet meer in actuele overzichten verschijnt. Het telt ook niet meer mee in de aantallen in het dashboard. Maar we testen wel elke dag of we het nog kunnen vinden. En 3 maanden vanaf nu wordt het issue weer gepresenteerd in het dashboard en in alle actuele overzichten. Maar zo kun je Guardian 360 ook gaan gebruiken als werklijst en aantonen dat je in control bent. Je hoeft niet alle tellers op nul te hebben. Het gaat er vooral om dat je kunt laten zien, ook aan belanghebbenden, aan derden, dat je gewoon een goede afweging hebt gemaakt om bepaalde dingen niet te doen of nog niet te doen. Nou, ik zal even teruggaan naar het overzicht. Je ziet hier ook dat bijvoorbeeld, ja, als we een issue meerdere keren vinden, dat je het dus ook in 1 keer meerdere keren kunt accepteren. We gaan ervan uit dat als je het meerdere keren vindt, dat je het ook in meerdere keren tegelijkertijd zou willen oplossen. Dus dat is ook de reden dat we dingen bundelen. En zo heb je een hele werkvoorraad van dingen waar je doorheen zou kunnen gaan. Wat we vaak zien bij nieuwe klanten is dat ze in eerste instantie alle low issues wegboeken voor een half jaar bijvoorbeeld. De medium issues voor 3 maanden en dat alle critical en high issues in eerste instantie op de werklijst komen. Maar je kunt ook een afweging maken om bijvoorbeeld alle issues van 1 bepaald systeem eerst op te gaan pakken en dan de andere issues te gaan accepteren. Hangt helemaal af van het risicoprofiel van een organisatie en van wat je belangrijk vindt, wat de moeite waard is om in te investeren. Die afwegingen zijn belangrijk. Ik vertelde net over de geaccepteerde risico's dat die uit de lijst verdwijnen. Nou, die komen in een apart overzicht te staan. Dus je ziet hier bijvoorbeeld een SMB signing disabled issue wat geaccepteerd is. Dat kun je ook aan het oogje zien. Kennelijk heeft Koen de Jonge dit issue geaccepteerd. Als je doorklikt naar de details, dan zie je weer zo'n scherm als wat ik net presenteerde met details. En hieronder zie je vervolgens een reden. Nou,
De reden dat is goed zal waarschijnlijk door auditors niet geaccepteerd worden. En wat hier ook speelt, is dat het issue op 27 oktober herzien had moeten worden. Dus je ziet dat hij nu over de datum is. En dat betekent ook dat het issue weer meetelt in het dashboard en in het overzicht met actuele issues. Nou, de SMB signing disabled is een medium issue. Dus als het goed is, kom ik hem dan ook weer tegen in dit overzicht. Dus zoeken naar dat medium issue. Zoeken. Ja, hier zo. Nou, je ziet dus dat hij gewoon ook in het actuele overzicht zit. Met het oogje. Dus dit is hetzelfde issue. Maar omdat vergeten is op tijd te handelen, ja, telt hij gewoon weer mee in alle overzichten en alle tellers. Nou, ik vertelde nog over de AVG-aanbevelingen. Die zijn in dit overzicht te vinden. Wat we hier laten zien, is dat we 8 aanbevelingen hebben voor de AVG. Dat getal komt ook overeen met wat we op het dashboard presenteerden. En je ziet hier dat er 39 technische issues onder liggen die leiden tot die 8 aanbevelingen. Nou, je ziet hier per aanbeveling onder elkaar een verwijzing naar de paragraaf binnen de AVG. Dus binnen de wet. Dus je kunt nu de wet er gewoon bij pakken en kijken wat er staat in 32.1d. We motiveren ook waarom we dit een aanbeveling vinden voor de AVG. En je kunt vervolgens doorklikken naar welke issues daar dan onder liggen. Want als je deze aanbeveling wil opvolgen, ja, dan zul je moeten beoordelen wat je gaat doen met de technische issues die daar onder liggen. Nou, je ziet hier dat het te maken heeft met Terminal Services Encryption. Dus de versleuteling van de Terminal Services. En Denial of Service. Dus het heeft te maken met een credentials check. Dus dat je zonder credentials dingen kunt controleren, vermoed ik. Ik ben niet technisch genoeg om dit helemaal goed te beoordelen. Maar dit betekent dus dat gegevens, betekent waarschijnlijk dus dat gegevens niet genoeg versleuteld worden, waardoor je eventueel persoonsgegevens zou kunnen prijsgeven. Nou, je kunt dit vervolgens accepteren. Je zou kunnen zeggen, nou, ik beoordeel dit als een geaccepteerd risico, want we kunnen die terminal services helemaal niet aanpassen. Of ik weet het eigenlijk niet wat we daarmee moeten doen. Het is duurder om dat op te lossen dan de schade die er mogelijk is. Maar je kunt ook de issues gaan oplossen. Dan klik je op de details en dan ga je weer door naar een overzicht met of naar het inzicht met meer details van het issue en ook de oplossing die daarbij hoort. En op die manier kun je dus ook aan derden aantonen dat je je zaken op orde hebt. Of dat je er alles aan doet om je zaken op orde te houden. Ik zal even een keer teruggaan naar het dashboard. Ik weet niet of hier vragen zijn bij het dashboard of bij wat ik verteld heb. Nou ja, ik zie een vraag die te maken heeft met de frequentie van scanning en monitoring. Nou, de vraag is, is het wel nodig om elke dag te scannen? Nou, wat wij zien is dat er zo'n 65.000 bekende kwetsbaarheden waren in allerlei systemen in 2015. Inmiddels is dat bestand uitgegroeid naar zo'n 110.000. Dus in 3 jaar tijd is het bijna verdubbeld. En dat betekent dus dat er tussen de 1000 en 1500 nieuwe issues gevonden worden die we nog niet kenden. En dat kan dus betekenen dat een systeem waarvan we vandaag denken dat het relatief veilig is, dat het morgen of overmorgen, dat het dan kwetsbaar is voor een kwaadwillende. Is niet altijd zo. Soms worden ook issues gevonden in een of ander heel specifiek medisch systeem wat je nooit in een kantooromgeving zult aantreffen. Maar het komt ook regelmatig voor dat er issues gevonden worden in veel gebruikte firewalls of routers, switches, dat soort apparatuur. En dan is het wel handig om snel te kunnen schakelen. Dus dat is de ene reden waarom we vinden dat je eigenlijk elke dag zou moeten scannen. Omdat je elke dag de nieuwe dingen moet willen weten. Net zoals bij antivirus, dat doe je ook niet 1 keer per jaar. Dat moet je ook gewoon elke dag bijwerken. De andere kant is dat we zien dat netwerken niet meer statisch zijn.
door bring your own device, door thuiswerken, door cloud adoptie, door dat gasten ook in de netwerken mogen werken. Ja, zie je gewoon dat de netwerkinfrastructuur steeds dynamischer wordt. Er wordt steeds meer opengezet naar de buitenwereld. Dus de kans op foutjes of op dat er een systeem het netwerk binnenkomt wat je niet onder controle hebt, wordt ook steeds groter. Dus dat is ook de reden dat we vinden dat je dagelijks zou moeten scannen. Nou, voor organisaties die zeggen van nou, ik vind één keer per dag vind ik eigenlijk wel erg veel, kan dat niet één keer per week of één keer per maand? Daar hebben we ook een oplossing voor, want dat kan. We kunnen ervoor zorgen dat je ja, met een lagere frequentie gescand wordt. Even afhankelijk ook van je risicoprofiel. Misschien nog een vraag. Iemand vraagt over het dashboard. Het lijkt net alsof bepaalde vulnerabilities niet dagelijks gescand worden. Kan dit bijvoorbeeld ook handmatig gestart worden, zodat je zeker weet dat je een issue hebt opgelost? Ja, eigenlijk zijn dat twee vragen in één, hè. De eerste vraag is: scannen we daadwerkelijk elke dag? Ja, dat klopt. We kunnen elke dag een volledige scope van een netwerk scannen of van een webapplicatie. Wat we nog wel eens zien, is dat we de scanning qua intensiteit wat naar beneden schroeven, omdat het netwerk anders vertraagd zou worden of de webapplicatie daardoor slechter zou gaan functioneren. Dus het kan soms voorkomen dat we 2 of 3 dagen nodig hebben om een webapplicatie helemaal door te lopen. En dat doen we dan bewust om de applicatie niet omver te trekken. Een handmatige herscan van een issue, dat is in het huidige platform niet mogelijk. Maar begin volgend jaar willen we live gaan met de nieuwe versie van ons platform. En in die nieuwe versie van ons platform is het mogelijk om een issue, ja, op het moment dat je het hebt opgelost, even handmatig te herscannen, zodat je ook direct kunt toetsen of het issue opgelost is of niet. En dat je niet 24 uur of een week of een maand hoeft te wachten op de herscan. Ik hoop dat ik de vraag zo goed beantwoord heb. Zijn er verder nog vragen? Nou, zo te zien niet. Ja, mocht er nog iets zijn, je hebt onze gegevens, je kunt gewoon e-mailen, bellen, via onze partners ook bij ons terecht. Nog een afsluitende poll voordat ik jullie bedank voor de aandacht. Oké, okay. Ik krijg van één iemand dat hij voldoet. En ja, enigszins. En de rest, ja. Ik weet niet, degene die enigszins heeft staan, ik weet niet of ik het via de webinar kan beantwoorden via een question. En anders is het misschien goed om even contact te hebben na deze webinar. Ik wacht even 15 seconden. Of er een vraag komt en anders ja, de uitnodiging om het daarna samen op te pakken via de e-mail of telefonisch. Oké, geen nieuwe vraag, dus ik ga er even vanuit dat we dit na deze webinar samen oppakken. Bedankt voor jullie aandacht. Fijn dat jullie wilden ja, luisteren en kijken naar het Guardian360 dashboard. En dat ik jullie wat heb mogen vertellen over onze diensten en hoe wij organisaties helpen om in control te zijn. Als er naar aanleiding van deze webinar vragen zijn of opmerkingen, jullie weten ons te vinden. Dan horen we het graag. Ik wens jullie een fijne dag verder. Tot ziens.